Het was twee weken geleden flink schrikken voor Johan Derksen. Onderweg naar de studio van Vandaag een site werd hij opeens overvallen door helse pijnen. De boosdoener bleek zijn al jaren bestaande liesbreuk te zijn, daartussen was namelijk een stukje darmklem komen te zitten. Ik had een pijn in mijn pensjongen. Een hilarisch verhaal, vindt Joep van het hek. Is dat niet een beetje gemeen? Ik ben niet van het leedvermaak. Zeker niet sinds ik zelf een paar keer in een ziekenhuisbed radeloos naar adem heb liggen, happen, verduidelijkt hij in zijn column in de Faragids. Maar dit is natuurlijk wel een heel grappig gegeven, al dus de cabaretier. Ik kon een kleine glimlach niet onderdrukken toen ik aan Johan zijn hinderlijke blessure dacht. Joep wijst erop dat voetballers niets aan hun knieën mogen krijgen en tennissers hun armen intact moeten houden. En zo moet een populist niks aan zijn onderbuik krijgen. Daar zitten namelijk zijn antennes en voelt hij wat het volk voelt. Van daaruit denkt en praat hij, al dus de komiek. Hij besluit, een onderbuikblessure lijkt me voor Derksen verschrikkelijk. Ik heb hem dan ook een bloemetje gestuurd. Een boeketje met een opwekkend kaartje. Iets met beterschap.